De heer Sneller heeft gewoon gelijk. Zullen we meteen de interrupties doen? Dat is het makkelijkste. Zeker. Hoewel deze zin naar meer smaakt, voorzitter. Maar als de heer Omtzigt, en dank voor de beantwoording tot zover. En we zijn het ook eens over die sociale grondrechten. Alleen als je die redenering doortrekt, dan zou je toch ook die institutionele bepalingen zou je huiverig voor moeten zijn. Omdat je ook de rechter trekt in de vertrouwensrelatie kabinet-kamer bijvoorbeeld. Meneer Omtzigt. Nou, ik noemde net dat voorbeeld van artikel 57 lid 3. Dat was op meerdere manieren uitlegbaar. Daar hadden we eigenlijk ook nog nooit zo goed over nagedacht. En het is goed dat iemand anders iets een knoop doorhakt. En ik denk niet dat het geleid zou hebben tot een groot conflict, welke kant dan ook. Meneer Sneller? Nee, in dit geval gingen de drie staatssecretarissen overigens na het verschijnen van het Raad van State-advies gewoon de Kamer uit. Ja. Maar dat was een meer gelukkige bijkomstigheid. Ik bedoel, met artikel 68 grondwet, weet de heer Omtzigt ook, daar kunnen veel politieke belangen op het spel staan. Daar kan een tweedeling in de Kamer over ontstaan. En dan vervolgens moet de rechter kiezen. Daarmee trek je de rechter in een al politiek, en ik neem aan dat de aanvankelijke weigering voor artikel 68 nog steeds bij de bewindspersoon ligt. Dus dan worden er al politieke stellingen ingenomen. En dan introduceert de heer Omtzigt eigenlijk de rechter als degene die mag besluiten welke van de twee kanten van de Kamer gelijk heeft. Dat is toch onmiskenbaar een politieke discussie. De wijze waarop de informatieverstrekking heeft plaatsgevonden onder artikel 68 de afgelopen jaren en waarop er ook beroep is gedaan op de uitzonderingsgrond, heeft tot best wel pijnlijke discussies geleid. Artikel 68 is het enige lid van de grondwet dat een recht toekent aan een individueel Kamerlid. Het recht op informatie is niet voorbehouden aan de meerderheid van de Kamer, ook niet voorbehouden aan 30 leden, is voorbehouden aan één lid. Echter, het recht is niet afdwingbaar. En het recht is alleen afdwingbaar als de meerderheid van de Kamer de regering naar huis stuurt met een motie van wantrouwen. En dan nog schrijft minister De Vries in 2002 in een nota aan de Eerste Kamer. Dan nog, al heeft u de regering naar huis gestuurd, dan nog heeft u de informatie niet op dat moment. Dus als je informatie wilt hebben van de regering, en daar zit dan ook nog het pijnlijke punt bij dat je niet weet welke informatie je niet krijgt. Dat is een beetje de essentie van de informatie die je vraagt. Dat we dan op dit moment geen mechanisme hebben. En ik sta open voor artikel 68 op een andere procedure, of dat via de voorzitter moet, of via een commissie moet die erin kan kijken, of wat dan ook. Maar ik heb wel gezien, zeker in toeslagenschandaal, dat mij behoorlijk veel informatie onthouden is die tot een eerdere oplossing van het schandaal had geleid als die aan de Kamer was verschaft. En ik kan me bijvoorbeeld op dit moment niet aan de indruk onttrekken dat het UWV niet bepaald scheutig is geweest met de informatie. De brieven die ik van het UWV gezien heb en de jaarverslagen van het UWV, inclusief de accountantsverklaringen, zeg ik er maar even bij, en doen nu een heel politieke uitspraak, die lieten niet zien dat de helft van de keuringen niet klopte. Dat zijn nogal brisante zaken. En het recht op informatie is echt de zuurstof voor de Kamer en dan vooral voor de oppositie om de regering te kunnen controleren. Dus ik zou er wel voorstellen om zijn dat het toetsbaar wordt. En als u wilt weten hoe pijnlijk het is, hier zit nog een lid van de commissie Stiekem. En de commissie Stiekem is afgelopen jaar 3 keer informatie geweigerd met een beroep op artikel 68. En dan moet u weten dat wij 5 jaar gevangenisstraf kunnen krijgen voor het lekken van die informatie. Dus scheutigheid met informatie, nou, dacht het niet bepaald op dit moment. En overigens voor het geval dat staat in ons openbaar jaarverslag. Dus ik lek hier niet uit de commissie, het staat gewoon in het openbaar jaarverslag. Ik denk dat er wel een reden is om bij artikel 68 een mate van toetsbaarheid te maken. Dat daar ook andere modaliteiten voor zijn, sta ik volledig voor open. Maar dat er op een gegeven moment ergens iemand tegen de regering moet kunnen zeggen, het zijn niet de regeringspartijen van de dag die dat moeten kunnen blokkeren, ja, dat lijkt mij evident. Ik had een ander artikel moeten noemen als voorbeeld, voorzitter. Want, noem er maar één. Ik ben het namelijk helemaal eens met alle frustraties van de heer Omtzigt. En ik hoop ook dat we van het kabinet snel een reactie krijgen op de werkgroep die we daarover gehad hebben, grip op informatie, waar ook een paar suggesties worden gedaan. Alleen het hartstochtelijke pleidooi snap ik heel goed. Alleen gaat niet in op mijn vraag uiteindelijk, namelijk dat de rechter wel gepolitiseerd wordt. En ik ben blij met de openheid, ook hier van de heer Omtzigt, moet ik erbij zeggen, voor andere modaliteiten om hetzelfde doel te bereiken. Alleen in zijn voorstel, zoals we dat vandaag hebben, is het toch de rechter die daarover moet besluiten. En het was maar een voorbeeld, want ook artikel 57 lid 3
als het een persoon is die niet weg wil, of er staat meer op het spel, dan is het een rechter die zegt, die politicus moet nu weg uit de Kamer. Dat is een behoorlijk politieke vraag. En kan ook repercussies hebben voor wat mensen van rechters vinden. Dat was eigenlijk mijn vraag. Voorzitter, ik heb echt een andere inschatting wat er gebeurd zou zijn bij artikel 57, lid 3. Ik denk dat het grondwettelijk hof beide had kunnen besluiten en dan was de uitkomst daar geweest. Wat er nu gebeurde, is dat het een meerderheid van de Kamer is die daar een besluit over moet nemen. En die meerderheid van de Kamer die berust eigenlijk altijd bij de regeringspartijen. En dus gaan die exclusief over de interpretatie van de grondwet. En dat andere voorbeeld wat ik u noemde, en dat is ook het voorbeeld wat de heer Remkes in de staatscommissie geeft, is de interpretatie of een verdrag bepalingen bevat die strijdig zijn met de grondwet. En als dat zo is, dan zegt de grondwet zelf, dan mag u dat verdrag nog steeds aangaan. Maar dan moet u dat wel met 2/3 meerderheid doen, namelijk de grondwettelijke meerderheid. U kunt met de grondwettelijke meerderheid om de grondwet heen. Nou, dat zijn vragen die door politici vaak op een politieke manier beantwoord worden. En dat is ook met die informatievraag. Ja, ik ben me ervan bewust dat de informatievraag bij een rechter neerleggen, dat spanning kan geven. Maar door hem nergens neer te leggen, ontstaat er nog veel meer spanning. Dus ik denk dat dit in ideale omstandigheden, denk ik overigens dat de grondwettelijke hof 1 of 2 keer uitspraak doet. In die uitspraak goed beredeneert wat er openbaar gemaakt moet worden en wat niet. En dat de regering op dat moment wel weet wat er gebeurt. En dat dan niet tot een eindeloze rechtsganger gaat leiden. Maar en dat je dan het probleem ook opgelost hebt. Want dan weet je dat de informatie naar buiten kan komen wanneer je hem nodig hebt. Dus ik ben daar minder bang voor. De heer Sneller had wel gelijk, daar was ik net mee bezig. Er moet gewoon een lijst met interinstitutionele bepalingen komen waarop de rechter mag toetsen. Daar moet je geen onzekerheid over laten bestaan. Dus ik denk dat hij daar een punt heeft. Dan hadden we hier een interruptiedebat, voorzitter. En ik vond hem vermakelijk. Want mevrouw Uitenmaker was de woordvoerder namens NSC. Het ging over het amendement van de heer Ellian. En de heer Sneller had daar een vraag over. Of ik daar maar wat over wil zeggen. De penitentiaire beginselenwet. Op het theoretische niveau kan ik hem beantwoorden. Het is de Tweede Kamer die uiteindelijk op dit moment besluit of iets grondwettelijk is of niet. Daar ligt een advies van de Raad van State op. Ik hoop ook dat de afdeling constitutionele toetsing van het ministerie van Binnenlandse Zaken regelmatig zal aangeven of iets goed is. Dus dat als het niet aan de constitutie voldoet, dat de twijfels erop ook in de memorie van toelichting van de wet staan. Maar in ultimo is het aan de Tweede Kamer om te bepalen of iets constitutioneel is of niet. En ligt dat ook de verplichting. Alle Tweede Kamerleden leggen de eed of gelofte af op de grondwet en het statuut voor het Koninkrijk. En zijn ook gehouden zich daaraan te houden. Hetzelfde geldt overigens voor de ministers die zich, als het goed is, alleen iets indienen waarvan zij zelf overtuigd zijn dat dat constitutioneel kan. Anders handelen ze tegen de constitutie in. En die penitentiaire beginselenwet is ook een interessant voorbeeld. Omdat daar twee amendementen aangebracht zijn, 1 door de VVD en 1 door de BBB. De ene zei altijd auditatief opnemen en de andere altijd visueel opnemen. Elk contact tussen advocaten en gedetineerden in de EBI en in de ATR. Dat is zeg maar de gevaarlijkste categorie gedetineerden en de ene gevaarlijkste categorie die we hebben, om even kort door de bocht te gaan. En die worden dan in de kluis gezet en die kunnen pas na een rechtelijke machtiging kunnen die bekeken worden, als ik de heer Ellian goed citeer. Dat was wat er in die amendementen stond van mevrouw Helder en ongeveer en mevrouw en de heer Ellian. Daarvan heeft minister Weerwind gezegd, die zijn deze amendementen zijn onconstitutioneel. Daarom verzoek ik u de eindstemming aan te houden. Dat heeft de Kamer ook gedaan. De Kamer heeft, er is opnieuw advies gevraagd aan de Raad van State. De Raad van State heeft gezegd, nou, dit gedeelte is onconstitutioneel en de regering is met een wijzigingswet gekomen die op dit moment in behandeling is. Dat is een nette manier om dit op te lossen. Dus ik vond dit nogal een voorbeeld waar het eigenlijk bij vrij goed ging, eigenlijk, in alle eerlijkheid. Dan
Momentje, meneer Sneller. Dank. Het is nog in behandeling, dus laat maar inderdaad.